Oké, en dan is het zover. Die is voor jou. Het is zover. We gaan de mannen huldigen. De Ruiters. Maar zoals we dat altijd doen, kijken we ook naar de mensen achter de ruiters. En zeker bij de paarden en de mannen. Want daar komt veel meer bij kijken. En zeker door deze man. Die is al 10 jaar bondscoach. In 2005 werd hij nog Europees kampioen als bondscoach met het team. In 2006 wereldkampioen. En nu in 2012 zijn team de zilveren medaille. Rob Erens! Ze zeggen wel eens, you don't win silver, you lose gold. Maar is dit een zoete zilveren of is het een zure zilveren? Dit is een ongelooflijk zoete zilveren overwinning. En wij zeggen hier, namens jullie allemaal, waarderen wij ook de coach en de prestatie van de coach. Want jij moet die jongens rustig houden, jij moet de combinaties aanwijzen. Daarom zeggen wij, ook de coach verdient een medaille. En daarom, Rob Erens, is dit een blijk van ons eerbetoon aan jou voor de prestaties van jouw jongens. Rob Erens, dames en heren. Mark Houtzager. Let's go. Loop lekker naar voren, Mark. Dit is allemaal voor jou. En dan de man met Londen, Gerco Schreuder. En dan de man die het doet op Verdi, Michael van der Vleuten. Let's go. En dan hebben we nog één man over die vandaag zorgt voor die spannende ontknoping tegen de Britten. Waardoor die zilveren plat binnen is. Hier is hij. Hij kan niet wachten. Jur Vrieling met Boobaloo. Ga lekker naar voren, het is voor jullie. Ga maar het podium op, jongens. Ga er maar naartoe. En hij is voor jullie. Hij is voor Rauw Veen. Oh, hij is voor Tubbergen. Hij is voor Mierlo. En hij is voor Holwierde. Dat zijn de plekken waar die mannen vandaan komen. Maar het gebeurde vandaag in Greenwich, in Londen. Een zilveren medaille. De beste prestatie sinds 1992 voor deze mannen. En de bedoeling is dat jullie hem pakken, want hij is voor jullie. De zilveren medaille in handen hiervan, Mike van der Vleuten. Kijk eens. Mooi, hè? Heerlijk.